Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier met Lot en we gaan een mukbang filmen. We hebben net een proefvideo gemaakt op Lotter kanaal waarin we allemaal eten hebben getest. Dus niet alleen snoep, maar echt maaltijden en van alles. Echt superleuk. Dus dat linkje of haar kanaal zit in de beschrijving. We hebben nog geen drinken gepakt. Oh. Ga ik zo even doen. Ja. En we hebben heel veel troep op de achtergrond. Ah, dat maakt me echt niet uit. Nee, mij ook niet. We hebben dus bij de Thai besteld. Niet in woorden, maar in... In de mering. Ja, en we hebben heel veel dingen besteld en Lot's vriend eet ook mee, maar dan buiten camera. En ik wil het uitpakken op beeld. Oh, heel gezond ziet het eruit. Ja, en ik zag deze, die was ik alweer vergeten, man. Schattig. Wat een klein mini-stukje. Ja, heel klein. Wat schattig, wat klein. Voor echt 4 euro of zo. Ja, het was echt heel, volgens mij zelfs 4,95. Oh, dit is echt fantastisch. Oh, ik hoop ook echt dat het goed op smaak is en zo. Nou, dit vind ik wel veelbelovend. Kijk dan, hoe gezond. Oh ja. Lekker. Oh, dat wordt dat is de vega, denk ik, met noodles. Ja, dat zie je. Want er zit volgens mij ook tofu in. Dat vind ik serieus lekkerder dan wat we nu eruit pakken. Ja, dat is meer Joey's, denk ik. Ja, maar dat is die ander ook, denk ik. Ja, maar dat is wel lekker voor erbij. Moeten we even zeggen wat we hebben? Of... Ja? Maar ik weet het. Zal ik even op het bonnetje kijken? Ja, want we hebben... Nou ja, hoe heet het? Ja, dit is de Pad Thai vega. Ja, dat Pad Thai. Ja, en er zitten dus noodles in en tofu en tauge ziek en een beetje limoen. Ik weet alleen niet wat dit is. Of is dat Pad Thai? Het is ook lekker, dit ziet er vet gezond ja, uit. Ja, dat is die Thaise rode curry bamboe. Dit gaat Joey het lekkers vinden, dat is meest saus. Ja, dat is de Thaise kip met cashewnoten, denk ik. Nee, deze denk ik. Dit is die Thaise kip. Zie je er? Oh nee, deze is wel gezonder dan die. Ja. Lekker. Ja, dat is echt een... Ja, ik weet het echt niet. Oh. En... Spekhoek. We hebben ook spekhoek. Hey, waar zijn we? Oh, hier. Ja. We hebben ook spekhoek en je kon kiezen uit of bananen of kokos. Ja, kijk eens, maken wel. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon liever gewoon spekhoek. Ja, wat dan? Hoe heet dat? Ayam. Ja, ayam. Nee, dat groene. Nee. Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Oh, ik vind het heel leuk dat we dit eten. Ik ook. Het is wel wat anders. Wel, ik ben echt benieuwd ook hiernaar. Maar dit zijn geen spring rolls, want spring rolls zijn van dat doorzichtige deeg. En dit is echt lumpia. Ja, maar in het Engels heet dat spring rolls. Ja? Ja, want eigenlijk als ik sushi bestel, staat er ook spring rolls en dan krijg je ook dit. Ik dacht echt, weet je wel, van die ja, dat rijst. Ja, dat ging niet eens lekker trouwens. Dat noemen wij spring rolls, maar eigenlijk heeft dat volgens mij een andere naam. Maar ik weet het niet zeker hoor. Het is heel mooi hierachter, nee. Oh, ik vind het heel leuk is dat we... Laat even weten wat jullie ervan vinden. Dat het niet sushi is of mackie, maar gewoon... Of gewoon snackbar, maar dat het echt een in principe normale maaltijd lekker zou moeten zijn. Maar ik vind dit, ik ben blij dat je zei dat we die toch moesten doen. Ja, ik denk ook wel leuk hoor. Want dit lijkt denk ik best wel op elkaar. Want het is ook allebei rijst. En dit is net wat anders ook. Ja. Oh, ik heb geen audio gedaan. Maar het hoeft denk ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik zal even... Je kan het voor de zekerheid nog even nu aanzetten. Wat wil je drinken? Wil je dat spul of wil je gewoon water? Gewoon water. Ik kan altijd nog uit deze drinken. Deze hebben we getest in Lotte video. Misschien doe ik een real time, zoals ze dat noemen. Ja, dat kan ook. Zal ik het vast openmaken? Ja. Ik vraag me altijd af hoe ze dit doen. Wat dat verpakken, dat is dicht. Ja, want soms, bij mij, waar je rotti kunt bestellen, is het dus echt opgewarmd in een magnetron. Maar dit is volgens mij zelf erin gedaan en zelf gezield. Ja. Dat het echt vers blijft. Volgens mij is het een hele goeie. Ik hoop het, ja. Ik denk het echt. Even ook voor Joey bestellen. Alleen jammer dat je het niet kunt afsluiten. Ja, klopt. Maar ja, dan gewoon even in zo'n soort tupperware bakje als we iets overhouden. Maar ik denk dat het toch wel een goede keuze is dat we 3 dingen hebben. Ik denk het ook, want ik denk dat als we alleen dit hadden gehad, dat we dan een beetje teleurgesteld zouden zijn. Waarom pak ik nou... Oh ja, dit is voor Joe. We twijfelden zeg maar of we 2 of 3 dingen moesten doen, want vaak bij de Chinees kan je er echt wat 2 dagen van eten. Of met 2 mensen. Ja, dat moet je eruit knippen. Oh ja, dat zou ik er dan dus in laten. Ja, dat kan niet. Dat is gewoon niet handig. Wil jij die openmaken? Ja. Kunnen jullie het allemaal lekker zien? Ik denk dat deze ook echt vet lekker is. Ik denk dat de setting echt vet is, joh. Dat het echt een niet leuke video is. Ik hoop het. Ik ben heel blij. Maar hoe lekker. Ik hoop, ja. Ik hoop ook echt gewoon dat het eten lekker smaakt. Ja, dat hoop ik ook. Ja, dat is nog maar wel spannend. Ik ben gewoon blij met, het ziet er echt lekker uit. Ja, echt zo'n tafel vol met eten. Gaan we nu een thumbnail maken? Ja. Maar of met een lumpia of zo genaamd? Ja, kan. Ik weet niet of ik zo'n neppe foto leuker vind of een echte. Ja. Oh. Ja, gewoon zo. Ja. Ik vind het zo net. Kijk wel of ik misschien een eten Ik heb hem al tegen mijn mond aangehaald. Zo lekker. Hier.
Oké, nu moeten we eerst een bordje voor Joey. Ja, want anders dan moet hij nu de hele tijd buiten wachten. Dat is zielig. Hij staat er ook echt zo heen en weer te wandelen. De hele tijd te kijken zo van, wat doen ze? Zijn ze al klaar? Heb je ook nu al rugpijn? Nee, maar ik ga wel pijn aan mijn knieën en mijn voeten krijgen, denk ik. Deze hoeft hij denk ik niet. Hij wil denk ik echt van saus. Ja, hij houdt daar wel van hoor. Ja? Ja. En hij moet ook van mijn groenten. Maar lust hij ook zonder saus? Ja, tuurlijk. Ruben niet. Nou, Joey ook liever niet hoor. Maar ik neem even het is wel een beetje droge rijst. Heel erg gekleefd. Ja. Lekker. Oh, misschien moet ik nog meer lepels. Nou, ik doe het wel van mijn eigen, die is toch nog schoon. Of deze is van Joey. Geef hem wat meer rijst hoor. Ja. Echt meer. Ja, wij krijgen dat toch nooit op met z'n tweeën. Ik hoef ook niet zo heel veel rijst. Ik vind het eigenlijk wel chill om gewoon te eten en gewoon real, niet per se vragen te beantwoorden. Ik hou er wel van. Nee, hoeft ook niet per se, toch? Daar komt hij aan, hoor. Je vrouw is al een bordje voor jou aan het maken. Het is heel lekker. Ja? Heb je al geproefd? Nee, maar ik zie gewoon dat het lekker is. Hé, nee, schat. Oh, wil je ook van deze? Dat is met Lilo. Dat is met noedels. Dit is vegetarisch. Maar gewoon een beetje erbij is wel lekker. Ja, lekker. Ja, doe maar. Met een vork, denk ik. Deze. Dit is denk ik echt gezond. Maar dan moet je niet zeggen, dan wilde je het niet meer. Oh. Oh nee, heel veel noedels met saus. Ik denk dat het echt wel lekker is. Dat kan niet anders. Oh. Dan, als het lekker is, Joe, dan kunnen wij hier vaker bestellen. Het is heel goedkoop trouwens. €10 voor zo'n hele bak. Ja. Voor alleen die bak. Ja, vind ik echt goedkoop. Wow, dat is echt heel veel hoor, wat je hem nu geeft allemaal. Nee, ja. Okay. En dit nog? Ja. Ik heb vanmiddag niet bij hazelaar gegeten. Oh, dat is goed. Niet zoveel in ieder geval. Lekker wat saus over de rijst, denk ik, toch? Doe maar joh. Ben je nou voor mij aan het koken? Ja, en dat is nogal wat als Charlotte voor je kookt. Nee, ik hou er wel van. Ik kook juist alleen als er iemand is. Oh ja, dat is waar. Wij hoeven die saus niet, denk ik, per se. Nou, dit is echt lekker. Weet zo. Nou, dat zie ik. Dat voel ik. Ja? Oh, dit wordt genieten, joh. Wil je nog een beetje erbij? Nee, lekker. Wil je ook een lumpia? Mag dat? Tuurlijk. Ik heb nog bij. En een vork? Ik heb er genoeg voor de komende 24 uur, denk ik. Nee. Waar is Joey's vork nou? Ik heb hier lepel. Oh, maar wil je niet ook een vork? Zit hier een vork in. Oh. Ga je maar lekker proeven. Oké. Schattig. Wat eet jij? Oh, deze. Is die lekker? Ja. Ik ben echt aan het genieten, maar je ziet gewoon dat het lekker is, hoor. Ja. Nou, alleen wij hebben nog nooit thuis besteld, dus wij weten gewoon niet. Het is over het algemeen toch best pittig. Ja, we hadden wel bij alles een mailtje gekozen. Normaal. Ja, want het was al spicy, die stond er al bij. Mm-hmm. Ja, ja, we zijn wel heel anders ook. Echt geen noempje, echt wel anders. Ja. En die saus smaakt ook anders. Ja, je moet saus. Oh. Het is te laat. Is je op? Mag dit er nou in of niet? Ja. Oké. Dat vind ik echt leuk. Kijk Joe, we hebben ook dit. Met kokos. Ik vroeg er heel veel lust de mannen niet. Lust de mannen niet. Joe. Kokos? Nee, mannen lusten geen kokos. Maar ik denk dat jij dit saus heel lekker nog bij je eten vindt. Het is heel pittig. Maar Joey lijkt echt een beetje op Ruben. En Ruben zou dit echt lekker bij zijn eten vinden. Hij doet ook altijd overal sambal bij. Ja, het is best pittig. Sambal bij? Ja, het is echt pittig. Niet van die vieze zoete. Nee, hij is zuurig en pittig. Echt zelfgemaakt, denk ik. Ja. Nou, Hoe gaan we het doen? Gaan we steeds een beetje pakken? Mm-hmm. Dat vind ik lekkerder dan mijn hele bord vol. Ja, ook gewoon over vriendjes praten. Over vriendjes? Ja. Lotte kreeg vragen over relaties. Hoe hou je het spannend? Oh, die vraag krijg ik echt altijd. Ja, nu niet, maar altijd als ik vraag van, goh, waar willen jullie dat ik over praat? En dan is het altijd, hoe houden jullie relaties spannend? Ja. Wat doen jullie om elkaar nog leuk te blijven vinden? Ja, niet onszelf zijn. Nee, ik hoor geen waaier. Oh, nu het zegt wel. Maakt niet uit. Nee, dat geeft niet. Laat maar aanstaan. Lekker. Dan sterf jij van de hitte, denk ik. Ik doe wel altijd een beetje een bordje maken. Ja, ik misschien ook. Is het lekker, ja? Ik vind het lekker, man. Oh, sorry. Wat? Ik schold. Oh, ik vind het lekker, man. In mijn vlog, die nu online staat, heb ik 3 keer dat woord eruit geknipt. Want bij mij mag dat gewoon niet. Nee, vanwege je werk. Ja. Ik denk nog als leerkracht werkte en ook heel lang daarna haalde ik het er ook altijd uit. Ja. En tegenwoordig, dat woord haal ik er ook uit. Maar als ik
S-H-I-T zeg, dan laat ik het er soms wel in. Ja, vind ik ook niet erg, maar ik moet alles eruit halen. Ja, dat deed ik eerst ook hoor. Nou, ik vind het echt lekker. Tofu in. Ja. Ik vind het ook mijn autobanden smaak. Heb je die wel geproefd dan? Autobanden. Ik snap echt niet dat mensen dat lekker kunnen vinden. Autobanden. Ja, die moet ik nog. Ik ben echt aan het genieten, joh. Ja, ik heb nog geen hap genomen, joh. De volgende keer dat ik hier kom, gaan we dit weer eten met z'n allen. Met de hop niet erbij. Gaan we naar die sushi-tent in Utrecht. Duur. Oh, in Utrecht. Dat ken ik niet. Ja, komt Ronnie nog vanavond? Weet ik niet. Oh. Dan moeten we snel door eten. Ik ben benieuwd wat je van die vindt, want het is een beetje met... Dit ziet er ook lekker uit. Het is een beetje gefrituurd. Ja, dat is die hele grote. Pak hem maar, ja. Ik ga nu een thumbnail zo. Ja. En maar wat moet ik dan? Wat zijn die... Komt het uit die bak? Die middelste bak. Welke vind je het lekkerst? Die met die noedels. Die zuur, dat is lekker. Welke? Is dat deze? Die heb je op je vork, hè? Deze. Dat zijn die noedels. Die zijn wel lekker. Ja, die zijn vega. Dat is ziek lekker. Oh. Wil je nog meer? Nee. Dat zie ik wel. Maar ja, even een mail. Zo. Hoor je echt die eten? Ik ga nu echt eten. Dat is grappig, want dit is totaal anders dan die kip. Hoi. Volgens mij met deze audio hoor je alleen maar... Ik kan beter die gebruiken. Oh, die noedels zijn wel heel lekker, ja. Ik ga nu die proberen. Ja, die kip vind ik een beetje apart. Of is dat die? Ja, deze kip vind ik het minst. Uit die rechterbak. Een soort gekookt is dat. Hi. Ik weet niet het verschil. Oh, dit is die. Die vind ik lekkerder. Ja, ook denk ik. Oh, die smaakt weer... Ja, citroengras. Ja, en kokos. Ja, die is heel lekker. Dit is ook mijn vape altijd met van die bamboe erin en zo. Ja. Dat lijkt een beetje op wat ik soms maak met kokos en zo. Ik vind het heerlijk. Ik vind het ook echt lekker. En het is echt best wel gezond, weet ik zeker. Nou, het is minder ongezond dan Chinees. Ja, want hier zit echt wel wat suiker of zo doorheen. Maar deze is heel gezond. Ja. Want dit is net zoveel saus als ik gebruik. Heb je het op al? Nee. Ik zit gewoon even te luisteren wat jullie allemaal zeggen. Oh, hij staat mee beoordelen over welke bakken we het hebben. Ja, maar ik vind het leuk dat jij die ook lekker vindt. Ja, dat vind ik ook leuk, want die is echt gezond. Oh, niet gezond. Ik denk dat je daar nog op verkijkt. Ja? Hoe gezond het is. Saus. Ja, die saus, want dat wordt gewoon van heel vaak met ketchup, heel veel ketchup gemaakt. Ja, maar het is niet dat het drijft in de saus. Nee, dat niet. Van die noedels? Ja, ik denk dat het serieus met... Je maakt chili van die, hoe heet die zoetzure saus, maak je ook met ketchup. En dat is heel ongezond. Ik wel zo, ja. En dat trekt erin. Ja. Ja. Maar die linker saus is bijvoorbeeld weer minder ongezond. Ja, omdat het met kokosmelk dun. Is gemaakt. Ja. En het is inderdaad best wel dun. Ik denk echt dat deze okay het ongezond is. Ja, maar die is een soort zoet. Maar die kip met die noot is goed, man. Welke is dat dan? Dat is die links. Nee. Dan is het die rechts. Welke? Die is lekker. Deze denk ik, met die grotere stukken kip. Die een soort gefrituurd lijkt? Ja, deze is het. Want kijk maar, hier die vind ik juist raar. Die is wel lekker. Dat vind ik een rare kip. Ik had wel verwacht dat Joey die lekker zou vinden. Nee, dat lijkt de meest op Chinees. Ja. Ja. Nou, ik denk dat jullie hier echt vaker moeten bestellen. Ja, want het is volgens mij 9,50 voor een bak of zo. Ik vind dat echt veel geld. Maar niet gebeuren. Hoezo? Ja, het lijkt gewoon heel erg op Chinees dit. En dat ja, maar ik vind dit wel... Echt lekker. Okay. Ik vind ook die noedels lekker. Ik ook. Ik vind voor, als je in je eentje bent en je zou voor. Nou, met z'n tweeën kan je hiervan eten? Van één bak? Zo, wat dit? Met z'n drieën, makkelijk. Ja, hier kan je echt wel met z'n drieën van ja, eten. Ja, maar kan je met z'n tweeën van één bak eten? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Als wij één zo'n bak zouden bestellen, zouden we echt daarna nog wel trekken, ja, denk ik. Maar met z'n drieën van tweeën kan je wel. Eén zo'n bak, gewoon zo'n. En dan staat van die noedels erbij, is wel goed. Ja, dus dan heb je gewoon twee. Dan, zonder die tofu ben. Ik kan een bak witte rijst bestellen voor 3 euro. Maar je hebt deze, ja inderdaad. Maar je hebt deze pad thai, die heb je ook in niet-vega optie. Niet? Maar. Dan hadden we die wel genomen. Oh. Deze rijst komt uit de magnetron. Ja? Ja. Ja, die rijst is niet top. Ja, ik zei het toch. Hele brokken. Ja. Ja. Dat proef je wel heel erg. En dat heb je bij de Chinees dan weer niet. Ja. Het zou lekkerder zijn als ze van die een beetje gekleurde rijst hadden. Ken je die? Mm-hmm.
Ja, of basmati of zo. Is dit geen basmati? Nee, dit is gewoon witte rijst. Ja, kleef. Maar, moet ik een vraag doen? Ja, ik... Oh. Als ik een vraag doe, gaat mijn audio dus uit. Wow, gaat het? Ja, ik verslikte me in zo'n pittig dingetje. Ja, sommige mensen vinden het heel chill als je gewoon alleen maar eet. En sommigen vinden het echt verschrikkelijk dat, het dan, dat je geen één onderwerp hebt besproken. Nou, maar we kunnen daarom... Ik denk altijd dat het leuk is om een soort van mix te doen, weet je wel? Dat je gewoon... Nu hebben we heel veel uit onszelf. En dan is het leuk om even een vraag te doen en daarna weer gewoon over het eten. Ik weet wel één uit mijn hoofd, of ben je nu al aan het kijken? Ja, doe jij maar. Want ik zag net dat er een vraag binnenkwam. En die was... Welke dingen hebben jullie met elkaar gemeen? En dat vond ik wel een hele grappige vraag, omdat we eigenlijk heel verschillend zijn. Ja, weet jij het antwoord al? Ik moet altijd eerst even op gang komen. Ik moet ook even nadenken. Maar daarom vond ik het juist leuk. Ja. Om je te denken dat het er heel onsmakelijk uitziet als je van een lepel loopt te eten. Want dat doe ik. Jij ook? Mm-hmm. Ik hap echt gewoon... Dat hoort. Maar heel veel, ja, ik doe echt gewoon een volle lepel eten in mijn mond en dan ik is hij weg. Doe dan een kleine. Ja. Dat doen ze in Thailand ook met eten. Nee, heel veel mensen eten met, alleen met een vork. Ja, Nederlanders. Ja, maar je kan toch niet rijst met een vork eten? Ruben eet niet met een lepel. Indonesië, we eten allemaal met een lepel. Ja, en met hun handen. Kan je het makkelijk naar binnen schuiven. Ga je rijst eten met een vork dan? Dat doen we niet. Zo. Ja, dat is toch niks? Nee, dat vind ik ook niet. Zo wordt je eten koud. Ja. Ja. Kan je niet lekker stijlen. Ja, precies. Hoppen. Over die vraag moet ik nog even nadenken. Oké. Of weet jij nog wat? Nou wel, ik kan wel wat bedenken, maar ik weet zeker dat als ik er langer over nadenk, dat ik dan met een beter antwoord kan komen. Ja, ik weet één ding gewoon. Wat dan? Dat we allebei wel gevoelig zijn en waar we het al een keer over hadden, dat we op een feestje heel erg doorhebben wat er gaande is. Ook sociaal gezien, spanningen die er tussen mensen zijn, iemand die zich niet op zijn gemak voelt, dat soort dingen. Ja, empathisch. Gewoon, weet je niet. Gewoon, je kan mensen goed analyseren. Ja, we zien nu bijvoorbeeld op basis allebei van uitstraling. Ja, we zien nu allebei, ja, toevallig, oké, je kent Joe heel goed, maar dat hij zich nu gewoon prima op zijn gemak voelt, bijvoorbeeld. Ja. Toch? Mm-hmm. Je zou het ook meteen voelen als hij zich nu heel erg, zeg maar, niet prettig zou voelen of zo. Ja. En dan zouden we er allebei ook niet door kunnen filmen. Mm-hmm. Dat hebben wij allebei. Ja, en bijvoorbeeld wat sommige mensen ook niet hebben, en wij wel allebei, dat als je iemand ziet en ook kijk je maar iemands vlog of zo, dat je gewoon ziet of iemand goed in zijn vel zit of niet. Dat kan ook niet iedereen zien. Nee, klopt. Maar ik zie niet altijd of iemand een juiste persoon voor me is meteen. Nee. Jij misschien wel. Dat weet ik. Maar ik kan heel snel denken, oh leuk, en dan daarna, oh. Toch niet. No. Oh, die rijst is echt kleverig. Ja, die rijst die verpest het wel een beetje. Terwijl het verder heel lekker is. Ja, ik heb dat niet echt. Je kan het niet zonder rijst bestellen, denk ik. Hè? Want anders zou ik gewoon zelf rijst kopen. Ja, het lijkt me lekker als je een hele bak van die kip gewoon kon bestellen. En dan zelf rijst erbij. Juist. Nou, maar zoals met die noedels, die zijn wel top. Want dat lijkt nu heel veel, hè? Ja, maar het is niet zo veel. Rijst erbij zit. Ja. Het is eigenlijk heel weinig, vind ik, die kip. Want bij de Chinees krijg je voor 10. Hele bak kip, hele bak rijst. Maar dan wel zo'n plattere bak. Maar ik denk wel dat dit goedkoper is dan Chinees, hoor. Want hoeveel was je hier nou voor kwijt dan? 42. Oh, dat is veel, hoor. Dat is veel. Ja. Maar die spekkoek was ook al 4 euro. Weet je wat bij de Chinees heel duur is? Losse bakken bestellen. Je kan het beste gewoon zo'n maand bestellen. Menu, dan krijg je echt veel meer. Alweer? Jeetje. Maar ik vind het wel echt lekker. Ik ook. Ik denk dat ik deze echt het lekkerst vind, die noedels. Grappig. Ja, ik vind die kippen heel lekker. Ja, ik vind daar het sausje heel lekker van. Ik ga nog kijken, want ik had je die ene lullige opmerking gezien. Waar, bij mij of bij jou? Deze. Oh! Mag ik dat zeggen? Ja? Ik zei, wat wil je aan Lotte vragen? Green leaves and roses zegt. Mag ik dat zeggen, dat die persoon ja, zegt? Van mij wel. Niks. Ze is saai en stom. Zo, Nico. Zo. Nou, thanks. Echt super irritant dat je dat dan ook instuurt. Wow. Ja, ik zou dan gewoon paper. Denken van, ja, daar verstikte ik me net in. Vang maar.
Heb je nu je bord leeg? Ja. Wil je nog een beetje van die lekkere kip? Nee, rustig aan. Jawel. Doe maar lekker eten. Zodat het lekker nog op tafel staat. Maar wij zitten, hebben echt wel genoeg, denk ik, bijna. Nee, ik neem nog wel een beetje, hoor. Lotte neemt nog uit de noedelbak. Ja, een beetje. Neem die nog. Ja, die vind jij toch wel lekker? Ja. Serieus, het is inmiddels best wel wat gegeten. Hi, Lot. Ik had geen brood bij me. Nee. Maak even een brood? Ja. Dacht ik al. Vind je kip heel lekker, of niet? Ik? Ja, toch? Ja, ik hou wel van kip. Ga je binnenkort mee mukbang maken bij Hazelaar? Met jou? Ja. Gaan we dan een mukbang maken? Ik ga niet in die film. Dat niet. Nee, dat is echt goed daarop. Ik wil niet meer, Lijf. Wat is Hazelaar? De Turk. Serieus, echt goed daar. Kapsalon of zo met kip. Ja, kan. Mm. Maar gewoon zo'n broodje met van die kipdunne. Ik hou niet heel erg van kip, denk ik eigenlijk. Ja, daar wel. Echt wel. En dan met sla en zo. Ja, serieus, ja? Echt lekker hoor. Ik kreeg en met een liter knoflook trouwens. Je moet gezond eten. Ja, dat moet ik ook al jaren doen. Joey, ik heb niet huis. Ik beweeg alleen niet. Ja. Ik ben nu al goed bezig op zich, denk ik, met gezond eten. Dus nu wil ik alleen nog maar slecht eten als ik er echt zin in heb, weet je wel? Ja. Daarom zou ik nu echt balen als we nu Mackie hadden, want ik er niet eens zin in en altijd Mackie. Ja. Dat heb ik ook wel. Zo van, als ik dan gezond eet, dan moet het wel echt zijn als ik er echt zin in heb. En ongezond, niet zo van, ongezond, ja. En niet zo van, nou... Dat vind ik vervelend als ik ergens ben en ik kan niet kiezen, zeg maar, er is alleen de keuze voor slecht. Dan ja. Is wel een beetje gek. Ja, soms heb je gewoon daar ook geen behoefte aan of zo. Dan wil je gewoon weer een gezonde optie. Maar... Ja, dat heb ik dus vaak met thuisbezorgd. Want wij doen dan op zondag vaak thuisbezorgd. En dan heb je eigenlijk gewoon... Ja, dit nu dan. Ja, maar dit is technisch gezien ook niet heel gezond hoor. Ik weet het niet. Ik weet het wel. Dit is zuur door de saus. Ja, maar ook gewoon zij bakken met heel veel olie en zo ook, hè. Ja, dan ga je heel snel vol door zitten ook. Het is echt, ze zijn wel dikmakers hoor dit. Maar het is nogmaals beter dan Chinees. Maar ik zou gewoon willen dat je ook gezondere opties hebt op thuisbezorgd. Maar dit is nu niet thuis eten dit eigenlijk. Als nee? je in Thailand of zo, dan kun je dit echt niet krijgen. En in China. Deze is wel thuis, toch? Panglang en zo. Ja. Ik weet het niet, hoor. Ik wil dat zo graag weten, want als ik naar die zaak kijk, vind ik hem niet heel vet eruit zien. En ik had laatst roti gehaald in Diemen. Het was echt, dat dreef gewoon in het vet, weet je wel. Ja, ik denk serieus dat die het minst vet is van alles. Ja? Ja. Want hier zie je echt wel veel olie en zo ook. En in deze. Maar als je zelf wokt, ziet het er ook zo uit, toch? Maar dan weet je in ieder geval wat voor olie je gebruikt en hoeveel. Ja. God. Mijn mond vol. Dat hoort bij me, denk ik. Ja. Echt? Nou, sommige mensen vinden dat vervelend, maar andere mensen vinden het juist heel fijn. Ja, sommige mensen vinden het heel fijn. Zeg, ja, met een kamer met zo'n microfoon ernaast. Ja, zo'n ASMR microfoon. Sommige vinden dat echt heel vies. Heb je, maar hoe heet het? Dat heb ik één keer gedaan. Sommige mensen vinden het ook fijn als je smakt en zo juist. Ja. Dat is echt jouw nachtmerrie. Drink om mij heen te slaan. Ik vind het wel echt meer mukbang dan sushi eigenlijk. Als je het echt gewoon aan het eten, weet je. Mm-hmm. Ja. Ik vind het ook wel verfrissend een keer wat anders. Ja, maar ik vind dat meer echt. Bij sushi ben je toch meer met die stukjes zo. Oh, en valt weer uit. Moet je nu mijnen? Ja, met sushi. Maar doordat het steeds uitvalt, weet ik steeds niet meer waar we het over hadden. Weer over, we hebben het alleen maar over gezond en ongezond eten. Ja, doe even een vraag erin. Ja. Jij hebt nog niet een overeenkomst genoemd. Ja, ik dacht als overeenkomst dat we allebei best wel pittig uit de hoek kunnen komen. Oh ja. Want dat heb ik ook niet. Oh, dat was mijn camera volgens mij die dat geluidje erachter maakt. Want mijn staat nu aan. Oh. Maar in ieder geval dat we dus allebei best wel soms ook snippig kunnen reageren. Ik denk, dat jij direct. Ik denk jij nog meer dan ik wel. Ja, dat denk ik ook. Terwijl eigenlijk past het meer bij jou. Ja. Maar jij hebt het soms nodig, vind ik. Ja, bij jou heb ik soms echt zoiets van, nou, nu mag ik wel even hard zijn of zo, weet je wel. Ja. Als jij dan heel, jij kan heel lang over hetzelfde blijven doorgaan en op een gegeven moment ben ik er dan klaar mee en dan zeg ik, nou... Nu moet je kappen. Maar als je dat dan ook niet zegt, dan denk ik ook dat het prima is. Ja, daarom zeg ik, jij hebt dat wel nodig dat iemand je dan soms remt daarin. Ja, zeker. Maar toch kan jij ook wel heel pittig en direct zijn hoor.
ook bijvoorbeeld juist ook met voor dit soort simpele dingen. Jij zegt wel heel duidelijk, niet zo van, nou, ik vind het een beetje maar. Maar jij kan gewoon zeggen van, nou, ik vind dit goor, ik vind dat wel lekker, weet je wel. Ja. Wow, dat is een rare lach. Ja, ja. Maar ik durf niet heel snel iemand te wijzen op dingen die ik niet goed vind of zo. Misschien bij jou wel? Ja, bij mij doe je dat eigenlijk nooit. Ja. Meer, ik denk direct in mijn mening of zo, maar niet zozeer iemand op iets aanspreken. Nee, dat doe ik sneller denk ik dan jij. Ja. Ja. Oh. Eigenlijk zit ik wel vol, maar ik wil nog een beetje. Doe maar. Jij? Ja, ik heb al voor de tweede keer opgeschreven. Ik echt al 7 keer. Ja, maar jij pakt elke keer echt 1 hapje. Toen ik 7 keer zei, dan ik doe dat even voor mij. Weet je wat ik nou benieuwd naar ben? Wat kost dat stukje spek dan? Ja. Iets van 4 euro. Nee. Mm-hmm. Weet je wat zo'n heel ding kost? Ja, 2 euro. 50. Nee, 8 euro volgens mij. Maar wij hadden ook verwacht, tenminste ik had verwacht dat je dan echt, gewoon een groot stuk. Ja, maar dit wil ik eigenlijk voor de video, vond ik leuk. Ja, die wil ik maar deze is niet eens zelf gemaakt, hè? Deze is gewoon gemaakt ook. Gewoon uit de vriezer. Ja. Mm. Langzamerhand gaat deze bak een beetje op. Ja, nog deze hoor, want ik hoef niet meer. Nee, die hoeven wij niet. Ik heb het op en gooi een beetje van deze saus overheen. En je mag gewoon nee, want dan is het niet meer lekker. Hoezo niet? Ik eet gewoon deze hele bak mee. Maar doe die saus op die witte rijst. Nee. Oh. Dag. Nee. Hij gaat nu achter in de keuken, dan mogen we nu verder praten. Ja hoor. Wat vind dit mijn lievelings? Zo, die pepers, dat staat zeker in de brandstraat. Ja, die zijn best wel pittig. Vandaag vind ik het leukste, gewoon tegen Joey praten. Ja. Ik hoop dat je hem wel goed kunt horen, anders is het een beetje jammer. Ja, had die folie overheen of zo, was dat dichtgezield? Ja, zelf gezield. Ah, oké. Okay. Denk ik. Waarom laat je net zo alles uit de magnetron komt? Nee, maar dat heb ik niet het idee hoor. Kip uit de magnetron proef je echt direct. Of niet? Niet goed? Nee, uit de magnetron wordt kip heel vies. Okay. Je krijgt een rare smaak. Weet je dat niet? Grote hap. Ik wist dat niet. Huh? Ja, ik eet nooit kip uit de magnetron. Nee. Wat vindt Lotte ervan dat je nog steeds met je ex omgaat? Gaan we dat beantwoorden? Nou, ik wil het wel beantwoorden hoor. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Want jullie gaan gewoon als vrienden met elkaar om. En ik bedoel, jullie zijn natuurlijk ook lang bij elkaar geweest. Dus dan hou je ook gewoon veel van elkaar, weet je wel. Ik bedoel, het is niet dat jullie met haat en nijd uit elkaar zijn gegaan. Of met gewoon überhaupt ergens ruzie om. Of dat er echt een... Jij bent daar chillste onder, denk ik, van al mijn vriendinnen. Dat jij hebt het minste ook. Mening, maar ja, jij kent me ook zelfs kort. Stiekem dood dat jullie over 10 jaar of zo weer bij elkaar komen. Joey ook. Ja. Hij heeft me nooit ontmoet, nee. Maar... Maar jij kent wel het minst natuurlijk de erge verhalen. Je hebt er niet in gezeten, want toen ik jou leerde kennen ging het al... Was het al bijna dat ik zei dat we uit elkaar gingen. Ja. Maar toch, ik vind ook... Echt wel dat je een hele goede beslissing hebt gemaakt. En ik zou ook nu niet zeggen van, goh, ga naar hem terug of zo. Maar ik vind het wel... Ja, de vraag was natuurlijk wat ik ervan vind dat jullie nog met elkaar omgaan. En dat vind ik alleen maar heel mooi, dat dat gewoon kan. Jij bent er echt niet tegen of zo. Nee, en ik bedoel... Oh! Da! Oh. Die van Lipton, die waren gewoon... Ja, die met groene thee? Nee, met perzik-ijsthee. Ja. Die waren echt niet lekker, joh. Die wilde ik nog proeven, met groene thee en perzik. Het is echt niet lekker. Niet, oh, jammer. Maar gewoon niet eens proberen. Gewoon. Nee, en ik lust echt altijd alles, maar dit vond ik ook niet lekker. Maar wat ik bedoelde... Ja. Ik vind het dan juist wel mooi dat jullie ook elkaar gewoon nog helpen als het nodig is. Weet je wel, jij had natuurlijk toen met je auto het een en ander. Ja. En, ja. We hebben denk ik banaan gekregen in plaats van kokos. Ja? Het ruikt niet vers. Is het ook niet. Want maar dit moeten we echt dit is echt zijn, heel veel werk om zelf te maken, vertelt Joey mij altijd. Dit is... Oh, je hebt natuurlijk kok. Nee, ik heb geen kok meer. Wel geweest. Dit is heel vet. Ik bak dat per laag, ik bak je dat af. Wil jij ook een stukje ervan? Een derde? Dit mes is groot, toch? Oh, nee. We dachten dat we echt allemaal nog bakken over zouden houden. Ja, maar wat dat betreft hebben we echt wel een goede keuze gemaakt. Ga je zo kleine plakjes maken? Ja, dat is lekkerder. Oké. Okay. Oh, het is zo'n hele olie. Is het nog koud of nu? Nee, heel warm. Beter. Oh ja, dat is echt wel goed, ja. Dan komt het niet net uit schieten. Heel warm. Nou. Beeldig. Tas toe. Ik neem deze. Wat vonden jullie ervan dat er wel 2 vragen in deze mukbang zaten? Ja. Zal ik kijken of ik nog een leuke heb?
Waar is mijn telefoon? Ik ben eigenlijk helemaal niet goed in eten met vragen beantwoorden. Ik vind het veel chiller om gewoon over niks te praten een uur lang. Is die lekker? Ja. Maar het is volgens mij wel banaan inderdaad en geen koper. Ja. Maar hij is wel lekker. Het is niet overheersend banaan. Nee? Hoe oud ze is? Ze is 28. Oh, dit vind ik een leuke vraag voor jou. Wat vind je minder leuk aan bekend zijn? Kan jij toch ook zeggen? Nou, ik ben echt niet bekend. Ik ben ook echt niet bekend. Jawel. Nou, maar... Toen ik 1K had, werd ik herkend in de Action en in de Primark. Nu heb ik 40K en word ik nooit meer herkend. Maar ik weet zeker dat je wel wordt herkend, maar dat mensen dan niks zeggen. Oh ja, dat kan ook. Ja, ik... Wat was de vraag? Wat vinden jullie minder leuk aan bekend zijn? Boy, zit echt heel braaf te wachten tot we klaar zijn met eten. Je kan niet naar achter trouwens. Maar, ja, minder leuk. Nou, ik vind het soms wel bijvoorbeeld lastig dat mensen die vaak in mijn vlog te zien zijn, dat die ook worden herkend. En dat hun privacy dus ook soms weg is gevallen. Ja. En eigenlijk vindt niemand dat echt erg. Bijvoorbeeld Joey of zo wordt nooit lastig gevallen. En mijn moeder herkend? Ook niet. Ja, ja, ik kreeg dus vanochtend nog een DM. Zo van, dat vind ik echt heel grappig. Ja, ik kreeg vanochtend nog een DM of gisteren of zo van, ja, ik zag Joey bij Marco Borsato, waarom was jij er niet? Oh. Dus mensen zien hem gewoon, weet je wel. En hij weet het natuurlijk dan niet altijd. En hetzelfde geldt voor mijn moeder. Ja, ik dan, ook... zal ze me wel leuk gezien hebben. Ja, dat bedoel ik. Hij heeft dan bijvoorbeeld een drankje op, weet je wel. En in de kroeg ben je ook wel eens aangesproken door een meisje. Ik weet dat maar wel. Maar sommige mensen krijgen ook wel eens DM's van, hoi, ik zag je vriend met een ander meisje dansen, dat je het weet of zo. Heb ik nooit gehad. Nee, ik ook niet. Ik weet. Grap, zo van, Nee, maar Ruben, als hij uitgaat, praat hij met Jan en Alleman. Ja, dus heel vaak. Een sociaal dier. Sowieso is hij wel eens herkend dat iemand dacht, hij gaat echt vreemd of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Ja, dat heb ik dan nog nooit gehad. Wel een keertje ook dat iemand zei tegen mij van, hey, volgens mij sta ik naast Joey bij het stoplicht. Kan dat? Dat vond ik wel heel grappig. En was het zo? Ja. Dat was in Utrecht toen reed met Rodney ergens in de auto. Niet zo lang geleden was dat. Maar dat vind ik soms dan wel... De mensen om me heen vinden het niet vervelend. Maar ik krijg er soms een beetje een gevoel van ja, ik kies hiervoor. Maar andere mensen hebben er ook last van. Weet je, het is niet echt last. Maar ja, dat vind ik soms wel moeilijk. En bijvoorbeeld mijn zus was een keertje... Oh, ik vind het echt naar banaan smaken. Oh ja, banaankokos. Oh. Maar mijn zus was bijvoorbeeld een keertje bij de Albert Heijn. En toen had ze... Mijn zus heeft wel eens... Oh, hij moet weer opnieuw. Maar één keer toen was dus mijn zus bij de Albert Heijn. En toen was ze... Mijn zus heeft wel eens van die hele slechte dagen dat ze echt tegen niemand aardig doet, weet je wel. En toen had ze dus zo'n dag. En zij kan dan best wel... Je ziet dan gewoon van 300 meter afstand al zo van... Oké, ik moet haar niet aanspreken, weet je wel. En dan heeft ze echt zo, nou ja, laat maar. Maar ja, toen ging ze dus afrekenen en toen was het allemaal niet goed. En toen zat ze echt zo van, oh, dit en dat en echt zo aan het klagen. Zo'n rotklant. En ja, en dat meisje aan de kassa herkende haar. Dus toen vroeg ze aan haar van, hé, jij bent toch de zus van Lotte? En toen schaamde ze zich natuurlijk heel erg. En dan verander je echt heel erg. Ja, precies. En dat vind ik dan soms voor haar dan wel vervelend, weet je wel. Ja, ik heb dat nooit gehad volgens mij. Ik weet zeker dat mensen jouw moeder en Ruben ook herkennen. Ja, Ruben ze wel eens herkent heel vaak al. Maar die vindt het denk ik niet zo erg. Nou, hij vindt het niet zo chill hoor. Nee? Nee. Nou ja, hij vindt het niet heel erg, maar hij vindt het niet leuk of zo. Nee. Ik had een keer een vriend van mijn vader die één keer mijn vlog was gekomen. Had ik dat niet al? Ja, die was dus herkend in de supermarkt. Echt grappig is dat, hè? Gewoon echt een oudere man. Gewoon niet heel typisch of zo. Gewoon, hé, hey, ik zag jou in de vlog van Charlotte. Wat grappig. Dat is echt hilarisch. Hey, kijk, Joe. Oh, thumbnail. Mijn baby. Ja, maar... Mag je nu rijst? Ja, in zijn bak krijgt hij dat dan. Mag dat niet in de camera? Ja, hoe wil je het hem geven dan? Nu, ik heb vanochtend gedwijld. Een beetje rijst, een bord. Ja, dat mag wel. Echt? Maar is dat niet pittig, de saus op je bord? Dan gewoon uit deze bak. En dan giet ik die saus even zo op mijn bord. Wacht. Schoon. Schoon. Ze wil per se dat boel in rijst eten. Of zij? Ja, zij slaaf. Ja, straks niet meer. Oh, dit is zo cute. Hij is heel bescheiden, hè? Ik heb een mukbang. Zie je dat? Pak maar, Bolly. Pak maar rijst. Daar komt de... Lilo.
Lilo die hapt gewoon in één keer. Die is niet echt bescheiden als het gaat om eten. Wat heeft er gelet, nog niks over. Nee. Hey, hij wil een spekkoek. Kijk. Goed zo. Oh, dit is zo schattig. Goed, Lilo. Zie je, toch niet? Je ziet net een hoofdje boven de tafel uitkomen. Gaan we die rijst weggooien? Ja, Joey krijgt dit morgen mee. Waar naartoe? Ik heb morgen vrij, hoor. Oh ja, het is morgen weekend. Mogen ze een klein stukje spekkoek, denk je? Nee, dat is denk ik echt slecht. Dat is vet. Krijgen ze last van hun buik. Ah, joh. Heel klein stukje. En een noedeltje? Ja, dat is pittig. Dat mag niet. Oh. Hallo. Kijk, dit is echt heel flinterdun. Oh! Spekkoek! Ja, dat is lekkerder, hè? Dat... Ja, nu mogen ze niet meer. Heb ik deze bak rijst gewoon laten staan? Nee! Ze mogen... Oh, Bolly is echt heel blij. Wat is dat? Gaan we nu de mukbang afsluiten met onze twee vragen? Ja. Ik vond het nog gewoon een gezellige mukbang. Ik ook. Gewoon lekker wel heel echt all over the place. Ja, heerlijk. Laat even weten of jullie dit soort dingen vaker willen zien. Gewoon een mukbang die niet zo helemaal... Oh, we gaan nu vragen antwoorden. Gewoon normaal, toch? Ja. Ben ik nu aan het haten? Nee hoor. Soms doe ik dat voor ongeluk. Nou, bedankt voor het kijken jongens. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet Lot te checken en ook de video die we samen hebben gemaakt. Als die online staat. En dan zie ik jullie weer bij een vlog. Doei! Doei! Ik huil van jou. Dat had ik trouwens niet eens door. Had ik wel door. Maar precies. Kijk hoe gelukkig Bolly is. Ik wil spekkoek. Ja. Ik wil ook nog. Ik wil even dit filmen. Jullie zijn zo schattig. Dan denkt iedereen dat mijn honden al opgevoed zijn. Nee. Maar Bolly weet wanneer wij klaar zijn met eten. Dat is echt heel lief, want ze wachten heel graag totdat we klaar waren. Wat zie je nou? Ja, ik kom staan sowieso op Instagram straks. Ja, Instagram mag wel. Iedereen mag op Instagram. Ik niet. Dat verdwijnt. Nou ja.